Ik heb 10 minuutjes de tijd. Kan je daar kort even nog meenemen achter het concept Smart City binnen de Blauwe Cluster? En daar een aantal innovatieprojecten ophangen. Dan kort ook even over de resultaten van onze ledenbevraging rond de datanoden. En dan heel kort een aantal conclusies en aanbevelingen. Dus naast onze 6 thematische domeinen waarin wij actief zijn bij de Blauwe Cluster, is eigenlijk Smart Sea concept, is eigenlijk een meer transversaal thema. En dat betekent dat we dat eigenlijk eerder gaan gebruiken als een soort toetsingskader van projecten die in die thematische domeinen ingediend worden. Dus bijvoorbeeld als we een project binnenkrijgen rond zevening, dan gaan we kijken van oké, wordt er eigenlijk maximaal gebruik gemaakt van data en ook die ecosysteembenadering wordt daar eigenlijk aan afgetoetst. Dus Smart Sea betekent eigenlijk dat we binnen de blauwe economie dat we eigenlijk data meer als een grondstof gaan bekijken die een bepaalde waarde heeft en die eigenlijk kan leiden om activiteiten op zee te gaan optimaliseren, maar ook om activiteiten te gaan verduurzamen. Dus op die manier kan eigenlijk data ook een stukje gaan bijdragen om die blauwe economie een stukje te gaan versnellen. Nu een aantal projecten die eigenlijk heel sterk op data terugvallen. Het eerste project is SAFE. Gaat eigenlijk over het gebruik van marine scheepvaartdata en binnenvaartdata, die eigenlijk bij heel verschillende actoren zit, eigenaren, om die een stukje met elkaar te gaan connecteren. En eigenlijk daarvoor een structuur gaan opzetten die eigenlijk de basis moet vormen voor een digital twin die dan kan ingezet worden voor autonome scheepvaart. Dan Data Beach gaat over kustverdediging. Daar worden eigenlijk LiDAR data gebruikt en eigenlijk ook CoSNAP data die door de burger eigenlijk via smartphone genomen worden om eigenlijk de evolutie van het strandprofiel te gaan in kaart brengen en die data te gebruiken om een model te gaan runnen. En dat model kan dan eigenlijk voorspellen op welk moment dat er preventief strandspecies moeten aangebracht worden. Dan nog 2 andere in een heel ander domein dan in ons domein van oceaanvervuiling, Pluxin-project. Zijn data essentieel om te weten van oké, waar zit die vervuiling met micro-macroplastics enerzijds, maar eigenlijk ook hoe bewegen die microplastics zich voort en waar gaan ze accumuleren. Dat is heel belangrijk om daar eigenlijk ook informatie over de getijdenmerking, stromingen, et cetera, die te gaan combineren met beelddetectie via drones, die eigenlijk genomen worden van het wateroppervlak, om daar te voorspellen waar accumuleren plastics en waar moeten ze gaan opvangen. Dan in het leuke van hernieuwbare energie Blue Era project worden eigenlijk data over de gebruik van oceanen om kaartmateriaal te gaan maken, kaarten die kunnen aantonen op welke locaties dat eigenlijk het meest aangewezen is om golf- en getijdenenergie te gaan harvesten. Dus daar worden ook verschillende technologieën ten opzichte van elkaar afgewogen. Dus dat is een beetje de context waarbinnen dat eigenlijk data gebruikt wordt binnen innovatiegebeuren in de Blauwe Cluster. Dus vandaar dan ook een bevraging gedaan naar onze leden van oké, waar zitten nu nog haten? Zijn er nog bepaalde tekortkomingen van de data die beschikbaar zijn? Ontbreken er bepaalde data, et cetera. Dus dat hebben we eerst online gedaan, met een online bevraging. En dan ook een interviewronde met eigenlijk 14 organisaties om daar iets meer inzicht te krijgen in een monitoringluikje, toegang tot datasets en het computing. En die hebben dan vertaald in een aantal algemene aanbevelingen. Misschien nog even het uitgangspunt. Dat is voor bedrijven, wat is daar belangrijk? Bijna altijd zo dat er gezocht wordt naar lange termijn datasets. Ook als je niet aanvult met satellietdata. De belangrijkste bronnen zijn daar eigenlijk bathymetrie, hydrometeo, shipping, biodiversiteit onder watergeluid. En ook belangrijk is dat voor bedrijven dat die data niet enkel belangrijk zijn in een onderzoeksfase, maar eigenlijk doorheen
het volledige proces. Dus ook in de ontwerpfase zijn die data belangrijk, in operationele fasen. En dan eigenlijk naar het voorspellen toe van systemen, risicoanalyses, blijven die data eigenlijk bijna continu een bepaalde waarde hebben, maar wel een andere applicatie natuurlijk. Dan als laatste, dus dan hebben we het ook weer publiek versus private databronnen. Wanneer zal een bedrijf eigenlijk zelf van data collecteren? En dat is vanzelfsprekend als de publieke data niet beschikbaar zijn. Of als ze wel beschikbaar zijn, dat die voldoende accuraat zijn. Of dat die eigenlijk niet in het juiste formaat staan of de resolutie die nodig zijn voor de applicatie. Twee andere belangrijke redenen zijn dan meer commercieel van aard. Als die data zodanig operationeel van belang zijn dat het bedrijf die in eigen beheer wilt houden. Of puur als dat gebeurt op vraag van een klant. Goed, tegen die achtergrond hebben we dan uit die bevraging een aantal aanbevelingen gehaald voor het versterken van monitoring netwerk in eerste instantie. Ik ga dat hier even... Ja. Dus wat is daaruit gebleken? Dat er niet zozeer nood is om het bestaande meetnetwerk om dat te gaan uitbreiden. Maar dat bepaalde punten eigenlijk soms een beetje ongelukkig liggen, omdat ze dan eigenlijk net niet in de zones liggen, omdat er veel economische activiteit is. Dus daar een betere afstemming met economische activiteiten. Een aantal grijze zones zijn vooral eigenlijk in het nearshore gebied, waar dat er daar wel een beperkt aantal meetpunten zijn. En waarbij dat er ook fouten insluipen, omdat eigenlijk die zeedata moet gekoppeld worden met metingen op land. Een andere suggestie om het monitoringnetwerk te versterken gaat eigenlijk over de windmolenparken. Dus we hebben daar eigenlijk veel verschillende meetpunten. Er zijn private boeien, er zijn boeien van de overheid, er zijn andere bijkomende metingen om die eigenlijk meer te gaan integreren in één netwerk om dan eigenlijk die golfhoogte data in het windmolenpark beter te ontvangen. Daarnaast is er eigenlijk ook uitgekomen dat eigenlijk meer moet ingezet worden op het afleiden van informatie op niet bemeten punten. Dus in plaats van overal extra meetpalen te zetten, de huidige meetpalen eigenlijk gebruiken om informatie van andere locaties te gaan afleiden. En een uitbreiding van het netwerk ziet de bedrijfswereld dan eerder onder de vorm van mobiele meetpunten die eigenlijk heel gericht kunnen ingezet worden en die ook multifunctioneel zijn. Voilà. Dan over het ontsluiten van datasets. Daar is eigenlijk wel duidelijk geworden dat het ontsluiten van private datasets dat dan heel moeilijk wordt, omdat er daar heel veel economische conflicterende belangen spelen. Maar niettemin dat eigenlijk data die niet gevoelig is, dat die toch maximaal moet gedeeld worden via open dataplatformen, zoals dat er in Nederland ook kan zijn. Maar anderzijds ook stimuleren van burgerparticipatie, dus CoSnap-initiatief is er één van. Dus op die manier ook extra data binnenkrijgen. Dan puntje 4 was eigenlijk een heel belangrijke, dus die is eigenlijk meermaals naar boven gekomen. Is dat voor de industrie blijkbaar onvoldoende duidelijk is welke data er beschikbaar zijn en welke surveys op zee er gebeuren. Nee, dat is wel privé als publieke surveys. Om daar eigenlijk puur het overzicht te krijgen van bij wie zit welke data. Wat zijn dan eigenlijk de specs van die data? Kunnen we die gaan gebruiken om dan eigenlijk gericht die data te gaan opvragen of aankopen? Dan de laatste puntjes zijn meer betrekking tot data die bij de overheid zit, via oftewel openbare aanbestedingen of via inspecties die gebeuren in het kader van milieuvergunningen. Ook om die hoeveelheid aan data die nu vastzit, om die daar ook een stukje te gaan ontsluiten en beschikbaar te maken voor de industrie. Dan puntje 7 is ook door Klaas al aangehaald dat er een aantal bijkomende parameters kunnen gemonitord worden om dat netwerk te gaan versterken.
Dan rond de impact van data zijn er ook wel een aantal issues naar voren gekomen. En die hadden eigenlijk vooral te maken met de kwaliteit van de data. Dus dat die onvoldoende gestandardiseerd, gecalibreerd en geëikt wordt. En dat daardoor eigenlijk heel veel historische datasets, dat die gewoon onbruikbaar zijn. Omdat die eigenlijk, ja, het zet daar veel te veel fouten op ruis die achteraf niet meer kunnen gecorrigeerd worden. Dus dat is een belangrijke. En dan het beheer van data, dus het opzetten van datastructuren die eigenlijk al in die fase moeten rekening houden met de specs om eigenlijk nadien die data te gaan verwerken. En dan eigenlijk het meer de impact van data gaan verhogen door ook meer datalayers te gaan combineren, dus het fusen van datasets. En ook meer te gaan werken met proxies en indicatoren. Dus niet altijd meten wat je wil weten, maar eigenlijk indirect door parameters die nu al gemeten worden, om daaruit eigenlijk bijvoorbeeld indicatoren voor waterkwaliteit te gaan uit afleiden. Om dan heel gericht als een indicatie krijgt, oké, de waterkwaliteit is slecht, om dan eigenlijk in situ een meting te gaan uitvoeren. En dan het laatste luikje van de bevraging had betrekking op het gebruik van supercomputing met big data. Daar was eigenlijk duidelijk dat de industrie er eigenlijk op dit moment nog niet zo hard mee bezig is, tenzij in het kader van niche toepassingen, dus vooral over onderzoeksprojecten spreken we dan met hoogfrequente data die eigenlijk in windmolenparken verzameld worden. Dus dat type projecten wordt wel gebruik gemaakt van supercomputing, maar het is eigenlijk nog niet, en in kader van operationele toepassing wordt dan niet gebruikt. Nu met de komst van 5G-netwerk wordt er daar wel veel meer data verwacht en dan zal die urgentie naar supercomputing wel hoger worden. Een andere driver is eigenlijk ook het connecteren van digitale platformen, dus vooral bijvoorbeeld voor havengebieden, verschillende havens die met elkaar willen communiceren, dat daar ook in de toekomst verwacht wordt dat supercomputing zal een rol spelen. Factoren die belangrijk zijn voor de industrie om die omslag naar supercomputing te maken, is één dat er grote volumes aan data moeten verwerkt worden en dat die in real time moeten verwerkt worden. Omdat die verbonden zijn aan een tijdskritisch aspect. Hé. Dus je wil bepaalde beslissingen gaan nemen, dan wil je niet dat je 3 dagen moet wachten voordat je berekeningen gebeurd zijn om dan te beslissen. Nee, je wilt heel real-time beslissingen kunnen nemen. En ook als het gaat om heel complexe berekeningen of multidisciplinaire aspecten. Goed, en dan was er ook rond user interfaces ook wel zeer de nadruk op legt dat die op dit moment onvoldoende toegankelijk zijn. Dus dat die daar zeker ook intuïtiever en simpeler moeten gemaakt worden. Voilà, samengevat nog eens. Dus uit de enquête had de industrie aan dat er niet echt nood is op dit moment aan bijkomende sensoriek, maar dat vooral de data die er nu zijn, het meetnetwerk, dat die efficiënter moeten inzet worden. En dus dat worden ook op koppelen van data, om daar via extrapolatie informatie over andere locaties of andere parameters te gaan uithalen. En dan de vraag naar een soort platform om eigenlijk heel snel te zien van oké, welke data zijn beschikbaar en welke eigenschappen hebben die, wie heeft er die survey uitgevoerd, bij wie zit die data, welke techniek is gebruikt, welke frequentie, coverage, etc. Die interfaces heb ik al vermeld, dus dat die de toegang tot die data een stuk gaan belemmeren. En dan eigenlijk ook ja, de rol van de overheid om die data die nu eigenlijk ja, op publieke gronden zijn gecollecteerd, die ook wel nu gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, om die ook een stuk te gaan ontsluiten naar de industrie. En rond supercomputing op dit moment wordt er niet aangelopen tegen de limieten van de eindservers, maar de bedrijven geven wel aan dat ze in de toekomst zeker verwachten met dus 5G digitale platformen, dat er zeker in de toekomst daar wel
zeer veel potentieel in zit en dat die noden zullen toenemen. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van mijn presentatie.